Hallo kijkers van Shine Sprites, we zijn weer terug met Fortune Street en vandaag ben ik alleen met Jordy en vandaag ben ik een heftig mannetje met spieren. Het is ook niet dat het gewoon een doordeweekse dag is op een middag. Ja, dat is het. Ik heb vandaag dat het in ons eerste zijn. Ja, dat is. Oh ja, dan moet je eerst dat lange gedeelte terug even gaan kijken, zeg maar. We kunnen de options niet aanpassen nu. Nee. Maar niet zo erg. De eerste paar beurten komen we wel doorheen. Overigens, ik heb vandaag al 6 video's opgenomen, dus gaat goed. Trots op je. Dank je, dank je. Ori and the Blind Forest is echt een vette game. Zij toch? Nou. Ja. Alleen moet ik zeggen, ik zou het nu een 8 geven, omdat de controls niet optimaal zijn. Heel veel gemapt op dezelfde button, ja, zeg maar. Ja, klopt. Maar ja, dat is. Ik weet niet of dat in The Will of the Wisp is opgelost. Dat weet ik ook niet. Je moet naar Odder. Ja. Het wordt wel beter hoor, en als je eenmaal eraan gewend bent, dan kom je er wel doorheen. Ja. Nou, eindelijk normale controls, normale snelheden. Even kijken, zo, en dan roll. Ja. Let's go! Op zich geinig dat dit Mario Stadium is, maar het is Mario Stadium van de hockey. Oh. Die de baseball. Nee, de knopjes moet ik heel even weer wennen. Ja. Oh, die zien er ook anders uit. Yay! Heb je later veel mannen. Dit is echt een kleine map trouwens. Naar verhouding is dit ook een hele kleine map. De map logica is meer zo van... je hebt 3 pagina's in Fortune Street. Mm-hmm. 1 pagina is Dragon Quest, 1 pagina is Mario, 1 pagina is de mix van beide. En dat zijn in een lockable werelden. Denk bijvoorbeeld aan Peach's Castle, die dingen. Ja, en ik zag ook Hyrule geloven. Kan dat? Hyrule zit er volgens mij niet in. Oh, ik dacht dat er ook een Zelda map in zat. Kan zijn dat het vergelijkbaar is qua naam. Oké. Okay. Dus dat. En ja, dan is het meer zo van de eerste board van iedere nieuwe pagina valt mee qua grootte. Ja, oké. Okay. Dus ja, deze valt op zich mee in verhouding met Robin Hood Roots die wij laatst deden. Ja, precies. Dat scheelt inderdaad heel veel. Want dat was inderdaad een aardig grote. Maar ja, de grootste Avalgard Abbey, dat is echt een board waar je 3 uur of 4 uur mee bezig kan zijn als je niet onze strategie gebruikt van pompen, 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 pompen. En dat is juist zo leuk. Nou ja, het heeft zo zijn voordelen. Het maakt sommige maps ook gewoon een stuk sneller in plaats van... Ja. Milan, we zijn 3 uur verder. Ja, wel veel maar, video's. Betaal maar die 100 gold. Ja, maar na verloop van tijd gaat het niet meer om de video's. Oh, in 3 er is Tix. Verdomme, dit is veel te vroeg in het spel. Oeh, dat is... Dit is wat ik bedoel, dat is veel te vroeg in het spel. Voor haar best positief. Het is positief. Voor haar maar, dan, hè? Ja, voor haar, maar het is zo klote. Want dit is eigenlijk iets wat je wil hebben... Beetje midden, alles, een beetje eindgame. In 3? Nog meer? Ja, ze heeft er 3. Wow. Nu mag ze nog 1 keer doen. Later is dit nog inderdaad veel beter nog. Ja, want dan zijn... Nu kost ook alles duurder. Precies, dus daarom is het in het begin een van de kutste dingen om te hebben. Nee, het kost meer, het is duurder. Wacht, 2 keer in hetzelfde? Ja, kan gewoon. Als we pech hadden gehad, had zij 3 keer op dezelfde kunnen landen. Oh, wat... Dus ja, daarom is deze zo handig. Als je hier al een stok zou hebben, dan heb je al meteen gratis stoks van 7 naar 9. Ja. Dan kan je zeggen, ja, het is van 7 naar 9. Ja, maar het is wel geld. Ja, precies. Wat je hier ook ziet, de suits ineens zijn ook raar. Ja, ik had het gezien, ja. Nice. Want hoe je eigenlijk loopt, is je loopt kruis links. Dus je loopt naar midden toe, dan als je van rechtsonder, dan ga je naar linksboven en dan van linksonder ga je naar rechtsboven.
Dus ja, de meest gevaarlijke plek hier is echt dat middenstuk, dat lichtgroene. Ja. Daar kan je het beste een huisje hebben. Ja. Dus okay, zo. Oké, nice, nice. Oké. Okay. Hey, ha, betalen! Ja, de eerste doekoes. Maar ja, daarom zie je ook dat sommige van deze plekken ook hun eigen extra dobbelsteen hebben. Ja. Is het voor één persoon of is het een district? Volgens mij is het voor de persoon zelf. Ja, ja. De persoon zelf. Nu zie je ook hoe snel het spel zal gaan als je dit met vier spelers doet. Want sommige dingen laat hij gewoon in en daar kan je niks aan meer voelen. Nou ja, deze had je kunnen kopen voor 2,30. Ja. Yeah. Ja, een beetje de monopolie, een beetje tegenhouden. Snap ik. En het is een goed plekje, überhaupt. Oeh. Ja, en deze wordt monopolies krijgen een stuk moeilijker. Ja, dan hoop je gewoon dat CPU's willen ruilen. Ja, maar dat is soms heel raar. In het begin van de game willen ze op zich nog wel, want dan kunnen hun ook niet berekenen, oké, waar landen ze op, wat gaan ze doen. Ja. Later in de game, wanneer ze in de gaten hebben, oh wacht even, hij heeft al twee dingen hier, ja, dan ga ik hem nooit verkopen. En dan moet je al bijna gaan force buyouten. Ja, en of dat dan de moeite waard is, dat is dan de vraag. Nou ja, 9 van de 10 keer niet. Nee. Kijk, lekker. Sta ik ook even op het bord. Een goede of een slechte? Dat is een goede. Hey, 20 stocks. Dat is mooi. Als je die in die ene... Nee, oh. Nou wel mezelf. Wel je eigen, dus dat is ook goed. Ja. Dit wordt nog gevaarlijk. Want ze hebben nu... Beide hebben ze nu al bijna heel veel dingen. Echt de belangrijke hebben hun nu al twee zitten. Yep. En die Stella is helemaal gevaarlijk nu. En deze zet er een stokje voor. Gelukkig. Ja. Dus ja, deze gaat echt zometeen meer om... Jij en ik, die gaan onderhandelen. En ja, ik wil ook misschien nog wel met de CPU's proberen. Ja, nee, precies. Maar dat wij drukker bezig zijn met elkaar dan echt de CPU's. Want de CPU's, dat moet je force buyouten. Oh ja, ze had een paar gemist, dus daar moet je ook nog even op letten. Want zij mist twee dingen. Dus zij moet eerst nog helemaal rond en dan zometeen nog onderlangs. Dus zij moet naar linksboven toe, dan in het middenstuk, rechtsboven en dan weer helemaal naar beneden. Nee, dat is een flink stukje lopen. Yep. Vijf. Oeh, dat is een dure. Ja, en je ziet nu al, je hebt al geen force buyout nu al. Oké, welke is het? 6. Oh ja. Nou, waar zou dat toch naartoe gaan? Naar de andere. Ja. En omdat het nu een warp is, kan ze zelf bepalen welke richting ze op gaat. Ook nog. Dus die gaat zo meteen regelrecht naar de volgende bank. Mag nog een keer gooien? Of niet? Ja, ze mag nog een keer gooien, ja. Tuurlijk. Ja. Ja. Ja hoor. Dat wordt goed onderhandelen, Milan. Ja. Nou, oké, dat scheelt. Hoeveel dat scheelt, dat weet ik niet, maar het scheelt. Ik heb wel een idee. Ja, jij staat niet op dingen.
Even kijken. Laat het leuk maken. Ja, er is een kans dat ze daarmee akkoord gaan, want hoeveel is je balans? Nee, dan gaan ze niet meer akkoord. Nee? Nee, je kan het proberen, maar... Nope. De balans is gewoon te negatief voor haar. Oké. Okay. Dus dan zou jij eigenlijk al geld bij moeten doen om het goed te maken. Oh. Hey joh, 100 gold. Drie, dat is op mezelf. Niks. Ja, dat kan. Oh. Ik was iets te snel met typen. Ja. Want ik had het kunnen doen. Ik was het ook van plan, maar ik drukte niet snel genoeg. Oeps. Ja. Nou, promotion. Ja, de eerste promotie. Net dan lag. Ja, maar promoties geven altijd lag. Mm-hmm. Nou, hoe is het? 4,95. Net als je op een kaartje komt. Dan ook. Oeh, 50. Die is goed bezig, die Daisy. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Nee. Oeh, hij gaat de shop managen. Oeh, hij gaat een shop kopen. Ik ga er net onder zitten. Ja, ze doet het. Wat? Ja, maar dit is bijna de prijs, hè? Mm-hmm. Want Force Buyout is 5 Kia. En laten we ook even heel eerlijk zijn. Ik sta letterlijk bij de ding nu, dus... Ik sta al bij de bank, dus in principe niks. Tenzij zometeen Stella op de volgende land, dus die 120, en die koopt, zie ik geen mogelijkheid waardoor ik geld kan verliezen. Hij komt op jou zelf. Nou, dat is toch helemaal mooi. Dat is net degene waar ik in heb geïnvesteerd. En nu wordt het ook moeilijk om deze te force buyouten. Yep. En kijk eens hoeveel weinig reddicats ze nog maar heeft. Maar ze investeert wel mijn Monopoly. Dus daar moet ik heel even op gaan letten. Ah, shit. Ah, oké. Okay. Jij dacht dat ze ging forcen. Ik zie het nog gebeuren, ja. Want ik weet niet hoe de AI werkt. Want iedere AI heeft ook zo zijn eigen gedragpatroon, hè. Sommigen verkopen helemaal daarom niks. Daarom is die Stella zo goed bezig. Ja. Zo. Nou, net geen 500. Ik moet wel zeggen, er zit wel lekker snelheid in. Daar ben ik wel echt blij mee. Vind ik lekker. Jezus. Betalen. Meteen weer de stok verkopen. Wat? Ja, ik kan gewoon de stoks verkopen met deze. Maar ja, die zijn ook al bezig met de Monopoly, hè? Mm-hmm. En het is een beetje vroeg om het nu al te doen, maar ik zit er ook zo in van... Ik kan het ook nu nog permitteren. Ze hebben nog geen shops en veel van de shops. Ik heb nog een beetje losse shops overal, dus ik maak me nog niet al te veel... Zo goed hierom. Uh-oh. Deze en Stella gaan gewoon goed. Want ja, kijk, ik zit zelfs met mijn promotie niet veel voor jou. Maar ja, als ik zo meteen wijs van spreken één shop aan jou kan geven, wordt het ook op die manier opgelost. Dus we gaan gewoon even kijken hoe de dingen lopen. Nou, venture card.
En natuurlijk, het kan natuurlijk ook zo zijn dat de Force Pyote die altijd kan naaien. Ja. Maar we zullen zien. En zoals je zegt, het bord is klein genoeg, dus als jij je dingen wil ontwijken, kan je dingen ontwijken. Ja. Alleen, ja, dit helpt hem alleen even niet. Ben benieuwd wat... Ah, dat is een kut vraag. Ja, maar ja, wel een eigen keuze trouwens, want je zat er omheen kunnen lopen. Ja. En dan is ze waarschijnlijk niet opgeland. Nee. Jee! Oh, jee! Dat kan ik niet betalen. Oké. Okay. Nou, dat is een mooie bob. Oh, ja, je landt of op jezelf of... Vijf, of op jezelf. Ook op mezelf. Ja. Ja, dat doe ik wel. Dat maakt eerlijk gezegd ook niet zo heel veel uit. Oké. Ja, Ah, jongens. Die is duur. Ja, maar die is ook verhoogd, hè? Venture cards. Ja, die gaat ook lekker met de venture cards. Ja. Geld? Oh, nee. Wat ze gooien een 5, toch? Of een 3? Nee. Een 3. Jezus. Ja. Rol nog een keer. Of een warp. Nee. Oh. Ja, deze is kut. Get all the suits. Dat is fucking OP. Die heb ik nog nooit gezien. Nee, want normaal niet, zie je hem ook niet. What the fuck is dit voor een spel? We worden genaaid waar we bij staan. Dat is niet te geloven. Ja. Dus die kan al een promotie rusten, terwijl wij nog maar net bezig zijn. Ja, ik kan boven langs of onder langs. Ja. Boven is Tox en andere is een zoet. Ja, ik ga die kant wel. Oké. Okay. 6. Oh, dat is een lekkere worp. Dat is een hele mooie worp. Alleen daar heb ik niet zoveel van, want ze landen nu niet echt op gevaarlijke punten. Ja, natuurlijk gaat ze die kopen. Ze heeft veel meer stocks verkocht dan nodig. Ja, maar ja, soms kan het te maken hebben dat ze dat doen omdat ze denken van, weet je wat, ik heb iets in mijn hoofd en dat wil ik eigenlijk niet doen. Jij hebt naar verhouding ook niet zo heel veel shops, zie ik nu. Nee, ik heb helemaal niet zoveel. Ik kom elke keer niet op shops. En allemaal verspreid, zeg maar. Vier. Ja. Dit doe ik even om mijn stocks te verhogen, want ik heb hier nog stocks in. En dan heb ik naar verhouding ook iets meer geld. Ja, die rust naar de bank. Maar die haalt het niet. Nee, maar die gaat die wel weer kopen. Verdomme. Ja. Ja, die Stella is goed. Die Stella is heel goed. Ook al op deze voor.
Ja, ik denk dat die Stella beter Stella, gaat, hoor. Stella heeft meer potentie voor een Monopoly. Mm-hmm. Ja. Is er dan geen stoks meer in zitten? Oh. Nou ja, je heeft ze allemaal verkocht net. Oh ja, je weet wat ik ga doen. Ja. Maar 1 om 1, dat is voor mij echt een slechte deal. Ik geef je allemaal stocks, dus hou er even rekening mee voor dit plaatje. Ik ga all in. Want als ik niet all in ga, dan win ik dit stuk al niet. Daar gaat Stella mij te snel voor. Dus ja, dit wordt al een spannend potje, dit, denk ik. Ja, maar ik heb ook deze hard hitters nodig. Anders. Wacht even hoor. Ik was even niet aan het opletten. Ah ja, deze had ik nog. Deze had ik nodig. Krijg geld. Nee, maar daar sta ik al op. Ja. Nou ja. Ja, stokprijs is op geen moment met de Monopoly niet de stokprijs is meteen omhoog. Mm-hmm. Kan jassen. Weer een promotion. What ja, maar dat krijg je omdat zij letterlijk het heeft voor elkaar gekregen om op dat ding te krijgen. Mm-hmm. Zo niet, wat dan liep bullshit. Ze nog ongeveer gelijk met ons. Yep. Ja, natuurlijk. Dus, Als ik 1 gooi, word ik echt boos zo. Ja. Oeh, betalen. Betalen. Ja, want ik wist ze moeten hier langs, dus ik dacht van weet je wat, huppakee. Mm-hmm. Ja, die heeft promotie nu, hè, dus. Nou, dat is geen 1. Wacht, moet ik deze kant op? Ja, dan moet je op. Net weg? Net weg. Ja, ik moet onderlangs. Shit. Tuurlijk. Kom net weg. Wat een bullshit. Wat een bullshit. Maar dat is een hele gevaarlijke straat. Ja. Ze kan weer rollen. Ah. Dit is volgens mij de derde of vierde dat zij ook kan rollen. Dus geen wonder dat zij zo snel loopt. Ja. 3. Nice, betalen. Nou ja. Ik snap alleen niet waarom ze die keuze doet. Ja, ik ook niet, maar daar gaat niks om. Ze heeft niks. Ze kon gewoon links naar boven gaan. Dankjewel. En dan ben ik langzaam maar zeker weer terug in de game. Het is nog steeds niet veilig, maar het is veilig genoeg. Je landt op jezelf, dus de kans dat je nu ergens anders op landt is minder groot. Heb je daar stocks in? Ja. Ja, dan snap ik hem wel. Ja. Kom op! Hoog op! Niet echt hoog. Oh, je komt op haar. Ja, die is ook heel kut. Want het is ook letterlijk nog alleen deze beurt. Als deze beurt voorbij was geweest, was het gewoon laag geweest.